In het kader het dagboek van Antje Montero. Hoe was die dag vandaag? Ja, vandaag was een stuk relaxer dan de vorige keer, gelukkig. Volgens mij als je dat elke keer meemaakt, dan is het einde snel, nadert dan snel. Nee, vandaag lekker uitgeslapen en mijn kleding gepakt. Alles was droog, er was geen enkele lekkage meer te bekennen. Alles is gemaakt, dus we zijn rustig hier naartoe gereden. Ja. En ondertussen is je single ook al inmiddels 2-3 weken oud? Ja, tweede week. En hij staat op nummer 45, dat vind ik echt te gek. En we gaan deze week, komende week, de videoclip opnemen. En daar gebeurt iets heel bijzonders mee. Daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Maar dan moeten de kijkers van TV Oranje straks maar het resultaat gaan bekijken. Hey, wat is nou met deze single het meest opmerkelijke? Over het lied zelf bedoel je? Nou, hij is geschreven door Tjeerd Oosterhuis. En dat vind ik zelf wel heel erg gaaf. Hij stond bovenop aan mijn lijstje. Met mensen met wie ik graag wilde werken. En ik vond het wel bijzonder dat ik bij hem thuis was in zijn studio. En hij heeft 2 nummers geschreven voor het album. En ja, waaronder dan dit nummer. Ja, en die samenwerking met Tjeerd vond ik wel heel erg bijzonder. Ja. Zijn er nog mensen met wie je in de toekomst nog zou willen samenwerken? Ja, die zijn er natuurlijk wel. John Eubank is natuurlijk toch een grote favoriet. Maar ik moet zeggen, voor dit album wilde ik heel graag werken met Edwin van Hoevelaak. Nou, dat is gelukt. Ik wilde heel graag werken met Tjeerd Oosterhuis. Dat is gelukt. Ik wilde heel graag dat Tony Neef een paar mooie teksten zou schrijven. Is ook gelukt. Dus eigenlijk zijn mijn wensen al wel redelijk uitgekomen, zeg maar. Ja. Ik vind altijd, ja, je moet altijd blij zijn met hoe het gaat. En ik word veel gedraaid. Iedereen is enthousiast. Nou, volgende week de clip, die wordt volgens mij ook echt fantastisch. Daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Dus het gaat eigenlijk allemaal wel een beetje als het moet gaan. Dus het hele team, wat er natuurlijk heel hard aan werkt, staan we heel erg blij mee. Ja. Maar het moet natuurlijk nog hoger. Iedereen moet nog steeds single kopen. Het kan altijd beter. Dan moet ik toch een keer die top 10 hit scoren. Mijn vorige was natuurlijk in de top 20 beland. Daar was ik al heel blij mee. Ik wil toch elke keer een stapje hoger, hè? Ja. Dat doe ik het voor.